Gaan we even napraten met de aanvoerder van RVVA, Damien Vreken. RVVA wint met 3-0 van Kloetingen. Jij speelt je 150ste wedstrijd. Jij moet een hele goede middag gehad hebben. Ja, ik heb een heerlijke middag. Als je zo mag afsluiten aan het eind van het seizoen met de competitie, ja, is erg genieten. Ja. Eerste helft was wat vlak, denk ik. Tweede helft overrompelen jullie in de eerste 7 minuten. Kloetingen, is het ineens 2-0? Ja, en dan is de wedstrijd eigenlijk al gelopen. Ja. In het begin was het dat we best wel wat onder druk kwamen staan. En de druk was ook wat hoger dan zeker de tweede helft. En van daaruit kunnen we het zeker tweede helft goed verder combineren om er tussenuit te komen. Ja, en dat lukt dan helemaal. Dan loop je uiteindelijk naar 3-0 uit. Wat mij opviel is dat in de eerste helft toch het gevaar van Kloetingen, waar je dus kon verwachten. Hè? Ik bedoel, hun moeten. RVVA hoeft niet per se. Dat bleef toch een beetje achterwege. Ja, ik vroeg me ook af wat nu de insteek was, hoe ze wilden gaan spelen. Spelers die rond de 16 met mij in discussie gaan houden van ik kan hem even laten lopen, dan kunnen we doorgaan. Dat snapte ik niet helemaal. Zeker niet omdat de rest eigenlijk 2-0 achter stonden. Ze stonden er al gunstiger voor. Dus ja, qua tactiek was ik een beetje verrast hoe ze het speelden. Ja, dat was inderdaad wel, want voor de rust kwamen inderdaad de andere ploegen al met 2-0 achter, waardoor de 0-0 hier op dat moment was voor Kloetingen alleen maar gunstig. Ja, ja, daarom. Dus als je achterin de 0 houdt en je speelt die wedstrijd zo uit, dan had je voor de toeschouwers geen leuke wedstrijd gehad. Maar voor uiteindelijk de uitkomst was het misschien gunstig geweest voor Kloetingen. Hadden ze een gunstig resultaat voor zichzelf kunnen hebben. Nu is het gunstige resultaat voor RVVA in je jubileumwedstrijd. Dat geeft een extra goed gevoel. Zeker, als je dan aan het einde van de competitie zo nog met deze ploeg waarmee we spelen derde mag eindigen in deze competitie. Maar dat is een mooi eindresultaat zo. En een mooie aanloop naar volgende week. Ja, dat is inderdaad, want je wordt na Katwijk en Quick Boys wordt RVVA dus gewoon de beste ploeg van de hoofdklasse B. Een mooi resultaat. Lange tijd leek het of dat Zwaluwe dat ging worden, maar RVVA is als Rijnmond ploeg gewoon als beste geëindigd in die hoofdklasse B. Ja, het is mooi om te zien. En als je topclubs achter je kan laten, kan je nu mooi uitkijken naar Quick Boys. En ik denk dat dat een fantastische uitdaging is. Zeker omdat zij tweede geëindigd zijn en wij derde. Om daar gewoon weer een mooie krachtmeting aan te gaan volgende week. Ja, uit werd het daar 1-1. Volgende week zal de ambiance daar nog. Het zal er zeker wat drukker zijn als dat destijds was. Het is al mooi om naar uit te kijken om daar te spelen, denk ik. Ja, entourage is geweldig daar. En het is een mooie grote club. En zeker supporters die staan daar altijd heel erg achter. En ik denk dat de sfeer daarin enorme boost zal geven. En ik hou ervan als de supporters zo achter een club staan. En ik denk die energie kan ik ook gewoon meepakken. Dus dat vind ik ook leuk. Ja, en dan is het dan RVVA om daar dus een beetje roet in het eten te gooien. Dat is de uitdaging, ja. Ja. Hey, even terugkomend op je 150ste wedstrijd. De afgelopen 4 jaar hier bij RVVA gespeeld. De nodige hoogtepunten meegemaakt, denk ik. Ja. Kun je er een paar noemen? Je pakt denk ik van alle 4e jaren pak je 1 keer geen periode. Dat is een mooi hoogtepunt. Ik denk dat de mooiste hoogtepunten voor mij persoonlijk de laatste jaren zijn. En dat komt doordat we met onze groep zo onwijs gegroeid zijn. En dat we daar constant een stijgende lijn pakken. En dat is geweldig om te zien. En wat voor rek er nog in de groep is. En we zijn een onwijs jonge groep. Dus met zoveel mogelijkheden. En we halen alles eruit wat erin zit. En dat is het mooiste om te kunnen beleven in de sport. Ja, er is een mooie mix tussen als je de wat oudere zeg maar en de wat jonge gasten, hoe dat met elkaar combineert en speelt, hè? Ja, ja. En het grootste gedeelte is jong, dus nog vele jaren kunnen we doorgaan. Ja, kijk eens aan. Nou, jij gaat met een goed gevoel richting Katwijk volgende week. Zeker, zeker. Ja. We gaan het volgen. Dank voor je interview en geniet nog van deze dag verder. Ja. Dankjewel, Damien. Dankjewel.